Hallo, mijn naam is René en leuk dat jullie kijken naar het Tesqua-journaal van 25 oktober. De actie van Pink Ribbon was super geslaagd. Onze kokin Loes heeft fantastisch lekkere nasi gemaakt. We schakelen over naar Marloes. Hallo allemaal, wat een fantastische week hebben we gehad. Er is zoveel nasi besteld. En mede dankzij jullie hebben we dit mogelijk gemaakt. Het was echt ontzettend hartverwarmend, dus dank jullie daarvoor. Dit jaar heb ik het anders gedaan. Dit jaar heb ik sponsors benaderd. En iedereen reageerde ook heel enthousiast hierop. En ook mede dankzij hun hebben we dit mooie bedrag wat we op hebben gehaald, hebben we mogelijk kunnen maken voor Pink Ribbon. Ik wil heel graag bedanken Buitenhuis Groente en Fruit, Albert Heijn XL, Vallei Hekwerk, CTS IT en natuurlijk Tesqua en B2CO. En er waren ook een aantal sponsors die hebben zich echt spontaan aangemeld. Dus ontzettend bedankt, het was echt hartverwarmend. Ik ga nu het bedrag bekendmaken. Die ga ik overhandigen aan Sandra. Sandra gaat deze cheque overhandigen aan Pink Ribbon. En nogmaals, allemaal heel hartelijk bedankt en hopelijk tot de volgende keer. Sandra, jij mag het bedrag bekend gaan maken. Fantastisch bedrag. Heel mooi. 2615 euro. Nou, wat een geweldig bedrag. En dat komt zeker goed terecht voor al het onderzoek. En namens Pink Ribbon en alle patiënten en ex-borstkankerpatiënten willen we iedereen heel hartelijk bedanken. Dankjewel voor dit fantastische bedrag. En heel graag gedaan en hopelijk tot de volgende keer. Ze zijn druk bezig met de padelbanen. Jullie zien het, de materialen liggen er. Dus als alles goed gaat, binnenkort lekker aan het padellen. Met z'n allen. Deze week is het herfstvakantie. Je kan het zien, de blaadjes zijn aan het vallen. Maar we hebben hartstikke leuke activiteiten voor de kinderen. En Sandra gaat jullie hier over meer vertellen. Sandra! Ja! Ik kom zo. Waar ben je mee bezig dan? Dat weet je toch wel? Waar ben je mee bezig? We hebben een FIFA-toernooi aanstaande woensdag. Oh, echt? Maar kan je nog inschrijven dan? Zeker, je kan je nog inschrijven. Het zou superleuk zijn als je komt. De afgelopen week was de prijsvraag. Hoeveel padelbanen passen er in de oppervlakte van Ede? Joël geeft jullie zo het antwoord. Het goede antwoord is 390.850 padelbanen. De berekening vind je hier. En terug naar de studio. Nou, gefeliciteerd. Degene die het padelracket heeft gewonnen, staat hieronder in beeld. Zo, dan schakelen we nu over naar het weerbericht. Met Jo. Hi Jo hier van Jo's weerbericht. Nou, het weer deze week is een beetje wisselvallig. Het gaat lopen te regenen, maar het blijft over het algemeen droog. Temperaturen rond de 21, 22 graden, dus lekker warm. Je jas heb je even niet nodig. Nou ja, het is vandaag herfstvakantie, dus ik ga aan de slag. Ik ga helpen met de padelbanen. Dus hey, we gaan het tegenaan. Binnenkort gaan we een potje padellen, want Jo's weerbericht kun je altijd vragen voor een potje padel. Of een potje pickleball. En dan zien we je volgende week weer in het Tesqua Journaal. Hey, houdoe! Lieve mensen, bedankt voor het kijken weer. We sluiten nu af en graag tot de volgende keer.